Kijk naar een samenvatting van de Eiberen Eibergen met afstanden van 5 en 10 Engelse mijl voor de volwassenen en enkele jeugdafstanden. In deze samenvatting onder andere beelden van de wedstrijd en daarnaast interviews met enkele lopers. Door de zomerse weersomstandigheden was er veel publiek naar Eibergen gekomen. En daarnaast ook 800 lopers die de moeite namen om te starten in Eibergen, waaronder deze Rachel Klamer, de Olympische triatleet. Althans, dat hoopt ze te worden, want Rachel Klamer moet zich nog plaatsen voor de Olympische Spelen van Londen, hoewel ze vrij zeker lijkt te zijn. Een groot startveld dus, met onder meer ook Jeroen Rijntjes en Wouter Doesburg als topfavorieten op de 5 Engelse mijl. En bijvoorbeeld Peter Bruinsma als favoriete bij de mannen op de 10 Engelse mijl. En wat te denken van bijvoorbeeld namen als Ingrid Prigge, zij doet mee aan de 10 Engelse mijl. En snelle vrouwen als Henrike Krommendijk, Leslie Smit en Lisa de Molde op de 5 Engelse mijl. Veel lopers dus in de Eibergen, maar daarnaast ook veel publiek onder de stralende zon die er zeker te vinden was in Eibergen. En dan zien we dat als eerste een Duitser gaat finishen. Niet een van de eerder genoemde favorieten, maar het is de Duitser Stefan Struik die het publiek en ook de concurrentie verrast met een snelle tijd van 27 minuten blank. Het waren de Nederlandse deelnemers die eigenlijk geen rekening met hem hadden gehouden, maar dat dus achteraf gezien wel moesten doen. Jeroen Rijntjes, de nummer 1 van de voorgaande editie. Hij finisht op de tweede plaats en zegt daarover na afloop ook tevreden te zijn. Dan krijgen we de derde man in de wedstrijd, zou je denken, maar dat is niet de derde man. Het is de eerste man op de 10 Engelse mijl, Peter Bruinsma. Hij komt door en heeft vervolgens dus nog 1 ronde te gaan. En dan gaat wel de derde man in de wedstrijd finishen. Dat is een van die andere favorieten, Wouter Doesburg. Hij wordt op de hielen gezeten door Rick Spijkerman. En Rick Spijkerman die is zeer blij met zijn tijd. Dan in het rode tenue zien wij aankomen Arnold Kliverik. Hij probeerde een tijd neer te zetten onder de 28 minuten. Met 28,5 minuut lukt dat niet. Maar dat zal zeker komen ook door die zware weersomstandigheden. Want het was dus echt warm in Eibergen. Een goede tijd ook voor Marcel Klamer, de vader van triatlete Rachel Klamer. Hij gaat hier binnenkomen in een tijd net onder de 29 minuten en wint daarmee bij de Masters 50+. En daarmee is hij zijn dochter voor, die komt ook al snel binnen. De winnares dus bij de vrouwen, Rachel Klamer, de triatlete die zich hoopt te plaatsen voor de Olympische Spelen van Londen. Dat zal zij komende week kunnen doen, definitief dan, bij de triathlon van Madrid. Het is na Klamer vervolgens Henrike Krommendijk die als tweede binnenkomt. Moe gestreden, maar met een zeer knappe tijd wordt zij tweede. Dat doet zij voor Leslie Smit die als derde finisht. En ook zij weet nog binnen de 32 minuten binnen te komen. Bij de mannen werd Jeroen Rijntjes dus tweede achter de verrassende Duitse Stefan Struik. En dat had hij toch zeker niet verwacht. Nee, niet verwacht. Ik kende de jongen ook niet. Ik denk zijn onbevangenheid van de jonge jongen. Ik dacht, ja, die valt later wel terug. Maar bij 3 kilometer liep hij nog steeds op kop. Ja, later heb ik zelf initiatief genomen in de achtervolgende groep. Naar de jongen toegelopen. Zelf ook nog even de kop gepakt. En de wedstrijd wat harder gemaakt. Alleen later had hij nog veel over. En, ja. Moest ik los en uiteindelijk had hij in de eindpunt nog veel over, waardoor ik toch niet bij kwam. Dus, ja, een tijdje geleden dat ik mijn laatste wedstrijd heb gelopen. Dat is de Patrouille race met het handteam Nijmegen. En ja, dit was eigenlijk weer mijn eerste wedstrijd in een reeks hier in de buurt. Oké, wat ga je hierna dan lopen? Ik ga Gerard de Broek nog lopen. Maar ook Kronooise landloop in Oud-Zevenaar. En ja, ik ga ook nog wat baanwedstrijden pakken om te kijken of ik nog in de buurt kan komen van mijn PS. Ja, ik ben hier mooi vandaag. En dan gaan we op de PC kijken en daarvoor vragen we Leslie Smit, plaats nummer 1, plaats nummer 3. Een prachtige tweede plaats voor Leslie Smit. De prijzen van Nick. En dan gaan we nog even een mooie foto maken natuurlijk voor de website en voor de regionale kranten. Even wachten naar de foto van natuurlijk. De prijzen gaan omhoog. En waar in Eibergen dus van alles te doen is, voor zowel jong als oud, is er dus ook nog die wedstrijd over 10 Engelse mijl. Want waar de 5 Engelse mijl wordt gehuldigd, zijn de 10 Engelse mijllopers nog bezig aan hun wedstrijd. Het is hier een duo dat door komt lopen op de tweede en derde plaats. Dat zijn Michel van der Heijden en Dirk Hoekman. En vervolgens zien we Ingrid Prigge. Zij ruim de eerste vrouw in de wedstrijd op het moment bij doorkomst, dus na 5 Engelse mijl.
Het is vervolgens Peter Bruinsma die hier met een ruime voorsprong als eerste binnenkomt. Hij finisht als enige onder het uur in een tijd van 57 minuten en 23 seconden. Straks hier ook even de finish, dat bordje geklopt. Dus ja, achter... Het is in één keer een stuk warmer en dan ben je nog niet gewend met trainen. Dus daar ja, moet je de snelheid iets op aanpassen. Goed drinken onderweg en ja, op zich wil het wel, maar ja, je moet er wel aan wennen. En je liep al heel vroeg alleen eigenlijk, zowel die hele tweede 5 mijl dan, maar daarvoor ook eigenlijk al. Ja, ik liep eigenlijk met de jongens van de 5 mijl op de derde plek. Ja, dan kun je nog iets concurrentie en ja, tweede ronde, ja, dan kom je alleen en ja, dan laat je een beetje lopen eigenlijk. Het is jammer eigenlijk dat er weinig concurrentie was. Ja. Dus ja, op zich altijd leuk als je wint natuurlijk. Dat sowieso. Ja, als je kijkt naar deze loop, andere parcours, tevreden ook over het parcours, etc. Ja, het is ja, hartstikke een mooie ronde zo. Counterage is beter denk ik, veel publiek bij de finish. Ik denk dat een goede zet is om dit zo te houden. Bruinsma wint dus met een ruime voorsprong. Op de tweede plaats komt hier binnen in het rood Michel van der Heijden in een tijd van 1 uur en 40 seconden. En op de derde plaats weet Dirk Hoekman te finishen de lopen van AV Holtekom binnen na 1 uur, 1 minuut en 14 seconden. Eerste vrouw in de wedstrijd, hoe kon het ook anders? Ze was de topfavoriete op voorhand, Ingrid Prigge. En is het voor haar dan nog wel leuk om die wedstrijdjes in de buurt te lopen als je kijkt wat zij in het verleden allemaal heeft gelopen? Ja, het blijft leuk. Tuurlijk blijft dat leuk. Nee, dat ja, we zijn toch wel mooi in de buurt en je hoeft niet het land door. En ik heb dat natuurlijk ook gedaan, het beste in het land, vind ik prachtig mooi. Maar ik ben niet zo ver dat ik denk, ik zoek het lekker op in de regio. En, in het parcours, ik vond het echt hartstikke leuk. Even helemaal anders weer. Dus, ja. Lekker verfrissend dus. Sorry? Lekker verfrissend. Ja, lekker. Ja. Ja, dat is echt, ik vond het, ja, het is gewoon leuk dat je door het dorp komt en ja, allemaal mensen aan de kant. En, ja, super, ja, verrassend leuk. De felicitaties van de organisatie. En we gaan even een hart.